Leuk, hè, zo'n weg. Maar er is hier wel een zijstraat. Maar hoe wil je daar met je auto heen? De auto's staan op de stoep. Dat is heel vervelend. Nou goed. Auto's rijden gewoon achterlijk hard. Steekt er nou een kind over. En er komt net een auto aan. Automobilist heeft het kind niet gezien. Of die remt te laat. Ja, dan weten jullie wat er gebeurt, hè? Ja, honden lopen hier ook. En die laten wat achter. Dat vind ik ook heel jammer. Stront. Mensen doen gewoon de gordijnen dicht. Willen ze elkaar niet zien of zo? Het is gewoon erg. Waar moeten al die kinderen spelen, joh? Hier zeker. Nou, dat zou ik niet doen. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je glijdt zo weg. Ja, steen tegen je kop. Het is gewoon heel gevaarlijk. Valt er net zo'n steen weg? Staan daar in auto's? Ja. Steen tegen je auto. Fijn hoor. Kent u iets van deze straat iets negatiefs op noemen? Ja, het verkeer. Behoorlijk negatief. Ja. Nog iets anders? Nee, op zich niet. Het is echt het verkeer alleen. De bussen rijden heel hard, de taxis rijden heel hard, de andere auto's rijden heel hard. En je kan eigenlijk niet echt lekker buiten spelen. Er wonen in deze 5 blokken wonen er genoeg kinderen. De stoep is breed, maar ja, het kan wel eens gebeuren dat ze ook moeten oversteken. Ja, en als ze dan zo hard, achterlijk hard aankomen rijden, is niet goed. Hè? Gooit u wel eens afval op de straten? Nee, nooit. Oké, kent u iemand die afval op de straten gooit? Nee. Mijn kind die wil dat nog wel eens doen, maar dat leert ze vanzelf al. Ja, onder de struik allemaal peukies en een bierflesje in die in dat waterding. Jezus, wat een troep, zeg. Ja, dat is niet netjes. Ik deed het ook vroeger. Ik doe het nu niet meer. Maar het kan ook niet meer. We hebben overal afvalbakken staan, dus gooi het daar lekker weg. Dankjewel. Oké. Okay. Mijn naam. Hier, mensen gooien van alles op de weg. Gewoon een draad. Topjes van alles en nog wat. Nou, waar gaan we verder? Kijk dan, al dat plastic. Gewoon vies goor. Gewoon jammer, rietjes. Gewoon jammer dat al die mensen dat lontraad. Kijk dan, bussen die er net doorheen passen. Meestal denneren ze er gewoon voorbij. Deze rijdt toevallig wel normaal. Maar andere bussen die denderen gewoon door de straat. Waarom fietst u op de stoep? Waarom fiets ik op de stoep? Omdat ik de Spijsstraat te gevaarlijk vind om op de straat te fietsen. Ja, dat klopt. Ja? Nou, dat is een goed antwoord, toch? Ja. Ja. Vinden jullie dat ook? Ja. Ja. Oké, okay. Dus ja. Daarom zijn jullie ook aan het interviewen? Ja. Oké. Okay. We wachten. Misschien moet ik even aanbellen. Of de bel doet dat niet. De buren. Waar zit de bel? Ook goed. Ja, daar komt iemand. Hallo, mogen wij u iets vragen? Ja, ik mag verslaan. Oh, oké. Sorry.